Mensen, Brandweer hier. Vandaag gaan we een nieuwe race doen. En dat is een race die ik zelf gemaakt heb. Ik ben hier samen met Charles en Hardstyler. Goeiedag. Goeiedag. Het is een Dakar race, dus ik hoop dat jullie het leuk vinden. En let's go. Dus ik hoop dat jullie het echt wel leuk vinden. Ja joh. Express. Hey, hey, hey. Jij wou die wagen? Ja, ik wou die wagen. Ik wou niet dat je mijn weg afduwde. Ik heb een kaas piloot. Maar waarom heb je die checkpoint zo gedaan? Is het een drolrace? Nee, eigenlijk niet. Omdat je weer terug moest. Ja, dat ging een beetje in het begin verkeerd. Wat je gedaan hebt eigenlijk. Jawel, alleen het ging niet zo echt makkelijk. Was je toen ook dronken? Nee, st. Nee. Het is allemaal voor mij nieuw. Voor de eerste race zelf gemaakt. Dus ik hoop dat jullie hem leuk vonden. En ik rij me weer godschuwelijk vast. Ja, screw dat, man. Wat? Ik ben toch ook over het randje in? Ja, dat kan ook. Hij rolt alleen om. Ja, ik niet. Ja, ik heb ook een gewone offroad track gepakt, dus. Ja, ik heb de mijne ook gepakt. Maar als jullie het leuk vonden, doe een blauw duimpje omhoog. Vonden? We zijn ook aan het racen. Vinden. Doe een blauw duimpje omhoog. En heel misschien ga ik wel eens een keer live met de kijkers. Ja, en hopen dat deze ook leuk vindt. Oh, shh. Nou, ik ben al meteen dood. Goed dan. Bezig, Nou, ik viel even een klein beetje op mijn zijkant. Moving up. Oh, daar zit de checkpoint. Heb ik zonder maar hij zou nog niet. In, ja. Leuk! Nou, ik heb het een soort van Dakar gemaakt. Maar ja. Zoals jullie kunnen zien, kan ik in mijn eigen race gewoon als laatste worden, dus. Ja, maar ja, ik kan dat. Ja, ik ga er vandoor. Merk het. Een Dakar rally, gewoon elkaar achterlaten en. Ja. Maar zo. En in elkaar crashen. Hey, lekker Dakar dan. Ja. Je mag het ook met de quad doen. Kom je nou mee? Ja, je mag het met de quad doen. Maar? Ik heb hem zelf getest met de quad, maar het gaat in, ik zal eerlijk zeggen, het gaat in de 10 minuten zitten. Ja, maar een quad is niet zo snel. Nee, vooral met die grote lompe pick-up waar ik nou bij me heb, gaat het dan moeizaam. Nou, van mij rolt de berg af. Je hebt de veld, Dodo. Nee, Charles, ik heb niet dezelfde. Ik heb een ander kleurtje. Nee, ik heb niet dezelfde truck. Huh? Hij heeft een. Ik heb de S-King. Een Sand King heb ik. Wat heb jij dan? Ik heb die Guardian. Ah. En dus is het totaal niet echt. Dat is eigenlijk meer een pick-up truck voor over de weg. Ja. Ik ben een slunger, ik heb gewoon een trofee. Ja. Oh. Om nog een beetje. Daarom, als ik mijn snelste had gepakt, dan had jij zelfs met die wagen geen kans. Wat is je snelste wagen dan, voor dit? Nee. Nee, wat is je snelste? Oh, dus wat is de snelste? Camacho of zoiets. Dat is een van de snelste offroad. En dit ding niet ontzettend rottig? Nou, ik had toch niet die Sand King moeten vatten. Nee, ja. Ook kunnen vertellen. Maar ja, het is voor de kijkers wat ze kiezen. Nou, ze hebben niet gekozen of jouw collega jongens kiezen. Dit is jouw schuld. Ja. Ja, ik heb gezegd buggy, truck of motor. En dan pak je een pick-up. Yep. Maar ja, je kan zelf kiezen, dan had je de race anders moeten instellen. Maar je hebt ook verbindingsroute stukken ertussen zitten, zie ik.
Ja, zo. Ja. Ik lig gewoon op de kant. Ja, ze horen. Oh, iets te snel. Ja. Maar wat vinden jullie er tot nu toe van? Nou, wat te doen. Ja. Ik ben een beetje stuiterig, maar ja, dat is met heel van de wagen. Ja. Dat komt door het off-road dat stuitert, hoor. Het is een checkpoint. Omdat ik op de kant lig. Nee, mis hem helemaal. Je zet letterlijk de checkpoint bij één keer zet je achter de vangrail, hè? Ik kan maar eens dat het pakt, hè, maar. Ja, ik lig hier ondertussen ook alweer op mijn kant. Wauw, die piek, jongen, sterk van die balenpers. Oh, maar die hoef je niet achter die checkpoint te pakken, hoor, Tjalle. Nee, dat je niet, gewoon maar... langs afrijden. Als je even gemeen wil zijn, kan je nog een klein tikkeltje verder zetten. Nee, want dan ben je hem alsnog erbij. Nou, het is een beetje Dakar, hè? Dat is een uitdaging. Ik ga de hooibalen naar nog verplaatsen. Oh, dan is je vlakbij. Wil je de aftakkaars aan? Zou ik hier door het water kunnen? Oh ja, handig. Oh. Zo, die kar is stevig. Borne zit je wagen niet zo rot neer. Oeh, en dan staat die daar. Zijn jullie zeker? Oh, nee, oh, hij ontploft niet. Ook goed. Nou, jullie zijn zeker helemaal aan de andere kant al. Maar bij het vliegveld. Oh. Ik ben net bij de industrie pas. Oh, wacht ik even. Kijk of oh, ik moet nog 20 checkpoints, dus je hebt nog even kans om achter te lopen. Ah, jij loopt 30 seconden op me voor. Ja, maar ja, ik zeg ook, ik heb hij meer kans om achter te lopen, hè. Ja, brandweer loopt 1-10 achter op mij. 1-11. Ja. Soort iets van. Ik krijg die tank gewoon niet kapot, ik krijg je gewoon overheen. Gastank. Ja, ik ben ook nog bij die hooibalen. Nou, hoe mijn auto er nou uitziet, dat is ook dan zeg je ook van ja. Als je het echt net zo rijdt, maak ik me zorgen. Tjalle, anders wacht eens even. Dan kunnen we kijken we gewoon even hoe alle auto's eruit zien. Tot nu toe. Yep. Ah, ik ben de hele hangar van binnen aan het slopen. Ah, ik ben bij jou. Mooi. Nou, jouw auto ziet er nog wel heel uit. Die van mij niet. Zie je mijn voorkant? Ja. Nou, die van mij ook niet heel... Waar ben je verkeerd gereden? Ik ging weer een pirouetje. Waar ben jij, Tjalle? Ik lig nu op mijn dakje. Ik ben nou... Nou, lekker blijven liggen dan. Ik ben van wat. Jezus. Bomen. Ah. Nee. Maar ik kan hier niet door het water heen. Laat me raden, je moet hier ook nog Mount Chiliot op. Dat gelukkig niet. Oh. Jammer. Ik wacht al bij de brug. Pak! Steen. Steen en landen en dan zo'n stroompaal. Maar hoe ziet jouw auto er nou tot nu toe uit, Jelle? Plastic. Ja, maar qua deuken. Deuken valt mee, dat is plastic auto, ja. Nou, ik meen het. Ik heb hem al, hij is al compleet en dat vind ik nieuw. Ik heb zelf mijn banden nog achterop liggen. Nou, als je de mijne ziet hoe die eruit ziet, dan zeg je van ja. Mijn is helemaal echt gewoon gesand, weet je, aan de voorkant. Kom in nou achtervolging. Ik heb alleen geen trukhoren erop zitten. Ik heb eerst opgezet. Ja, ik Zal je handje helpen? Ja. Holy shit, je ligt er bijna 2 minuten achter me. Ja joh, ja. Ja, zo maken ze kleine trucks toch?
Oh joh. Joppa! Die hielp me ook nog. Het Jalle zit aan de andere kant van het water. Wacht dan ook echt niet, hè? Nee. Ik ren dus door. Hai. Ja. Zijn we wachten. Ik ben op de kop gegaan, ik weet niet als ze slag zijn als ze al wat. Ik heb ook op mijn brandweer gewaagd. Wacht dan zelf ook. Wacht met checkpoint 31. Hij bleef maar rollen. Ja. Ik ben best ver achter. Maar ik heb ook niet de beste wagen gepakt, Espress. Blijft het leuker. Ja, ben je, jij zegt checkpoint 31? 32. Nou, ik zie jullie al aardig bij komen nu. Ja, wacht dan daar gewoon even. Kunnen we ook nog even wachten op Sander? Water, water, water. Nou, dan wachten we gewoon hier eventjes met z'n drietjes. Nou, zo ziet de mijne eruit. Waar zijn jullie? Oh, hier. In oh, die checkpoint. Ziet niet zo goed uit. Hallo! Hé, hey, we zijn onderdeel. Hoi, mijn bumper is ook voor iets ingedeukt. Nee, hé, hey, gewoon even hier met z'n drietjes voor bij elkaar. Ik heb een hele wagen. Ja, Jalle, dat was niet de bedoeling, hè, respawnen. Hé, hey, jullie zijn nooit dat het niet mocht. Nou, kom eens even in het midden. Man, de mijne ziet er ook helemaal niet uit, hè? Nou, mijn voorkant dan. Ah, die valt mee, maar die van mij helemaal. Mijn wielen staan schuin. Nou, die van mij ook wel. Ik weet niet of jij WhatsApp in de buurt hebt. Nou, mij is het mee, jullie. Nou, ik zal eens even kijken. Die bij hem is wel een beetje te janken, van Sander. Er is een puillippie, die van... Maar dan moet Jalle iets achteruit, want dat staat nou voor het beeld. Oh, dus Jalle, even fiets een stukje naar achter. Het is gewoon in het midden van onze trucks een beetje staan. Waarom moet ik daar nou eens aan? Ik voel mijn vader tussen jullie twee in. Snap ik. Doei! Hey, mijn auto ziet er ook van de achterkant niet uit, Jalle. Jalle! Jalle! Ik heb een onbreekbaar bordrijfje aan. Ja, ik dacht dat misschien was een jump, dacht ik even. Maar ja. Lekker bezig. Lekker bezig. We moeten nog meer als 30 checkpoints, hè? Ah joh, hebben we zo. Ja, brandweer? Nee! Hey, Jalle, wel wacht, hè? Amahula! Amahula? Nee, Amahula niks. Nee. Je speelt alvast met een valse auto. Jullie hebben nooit gezegd dat ik deze niet mocht pakken. Doe jij, Tjalle? De verkeerde kant op. Yo! Wat doe je? Oh, kom op. Boom. Nou, mijn auto ziet er ook gewoon niet meer uit. Nee, nooit, dat is het schuld. Dat ziet Jalle ook nooit dus. Nou ja, ik had mensen in de spiegel kijken zonder dat hij breekt. Nou jij weer. Ah, ik heb een vriendin. Nou jij weer. Boy, jongens, begin nou niet zo. Wie is oplost? Nou, een stukje verbindingsroute. Ja, en ik raak die checkpoint net niet. Maar mijn auto, joh, die ziet er ook voor hem. Ik geen bommetjes kan neerleggen. Oh.
Ik wist wel dat ik even op knakken was, hè? Hoppa. Hé, hey, lange rijden, excuus even aan de kant. Ik heb volgens mij net... Boom, ik net verlaag. Juist zo, maar zo. Hé hey, jongens. Ja? Hè? Ik kan het niet zien. Ah. Nou, dat jij op vol op je rem moet. Ja, moet ik ook. Nee, Sander. Nee, Sander, nee! Oh. Tinky, jij bent hem! Tinky, jij bent hem weer! Ja, hé, hey, ik ga wel even om jou. Hey. Oh ja, denk je dat? Ja, nee! Hij knalt tegen me. Nou, mensen, als jullie deze race vonden, doe een blauw duimpje omhoog. En laat de reactie onder in de video. En geef een cijfer hoe jullie mijn auto vinden van heel tot nu toe. Beetje nou, los. Ja, een beetje echt. Oh, wat ben jij echt wie veel ventje? Je wou het langer over je race doen. Ja, nee, niet zo ja. Nou, hoppa. Hey. Nou mensen, tot de volgende keer. Yo, yo, yo.